Richard Pietersson, goedemiddag. Midden in de vakantie, bijna midden in de vakantie. Je staat hier in je oranje pak. Je bent een bekend gezicht in Borne. Vandaag bij de afvalcontainers. Wat doe je hier? Ik sta hier in rol als zijnde afvalcoach. Dat houdt in dat we de mensen adviseren, voorlichting geven en vragen, antwoorden proberen te geven op alle vragen die de mensen hebben op afvalgebied. Zijn het veel vragen? Het zijn heel veel vragen, heel diverse vragen. Ook wel vragen over hoe nu om te gaan met afval. Maar ook vragen over hoe om te gaan met de container. Hoe werkt het? Wat kunnen we het beste doen? Vooral praktische vragen. Echt onwetendheid van mensen nog? Ja, onwetendheid en misschien wel een beetje bang voor het bekende. Dat er dingen veranderen en dat dingen in ontwikkeling zijn. Ja. Nog gemopper? Ja, soms wel. Soms. Zoals? Moet dat nou allemaal veranderd worden? En waarom? Het was toch allemaal goed? Ja, dingen veranderen. Ook de wereld van afval is volop in beweging. Was het goed? Is dit beter? Was het goed? Is dit beter? Het is anders. Het is anders. Het is beter. Het is toch waar we naartoe moeten. Zoals het was. Zo kan het ook niet meer verder. Nee. We moeten daar veranderen. Ja. Heb je een concreet voorbeeld wat hier vandaag ter bede is gebeurd? Wat van vraag mensen hebben gehad? Mensen hebben wel ook van hunzelf ook heel veel voorbeelden. Van ja, eerder kon ik één keer in de week mijn huis vol kwijt. Nu kan ik het gewoon vaker kwijt. En dat is wel het super positieve voorbeeld van mensen wat ze zeggen. Ja. Je ziet steeds meer van dit soort ondergrondse containers. Hoeveel staan er in Borne? Enig idee? In Borne zijn alle bovengrondse containers die zijn veranderd naar ondergrondse. In het centrum staan er 3. Verder staan er ook bij alle hoogbouw en verzamelplekken zijn ze ook allemaal ondergronds geworden. Behalve nog bij de Netorama in Borne. Want daar is men nog bezig met afdeling planrealisatie om het terrein opnieuw te herinrichten. Hier zitten heel wat elektronische toeters en bellen op. Hier zie ik een schermpje waar mensen een pasje voor moeten houden. Wat betekent dat precies? Dit is de paslezer. De mensen hebben hierboven allemaal een pasje gekregen. Die is aan de woning is die gekoppeld. Dus aan de bus is die gekoppeld. Je houden ze hiervoor. Dan gaat de container, dan opent hij de klep. En dan kunnen de mensen hun zakje hierin kwijt. En die klep daarachter is eigenlijk voor hetzelfde soort afval of niet? De klep daarachter is voor hetzelfde soort afval. Alleen deze container gaat om en om open. Eerst gaat deze en dan gaat die en dan gaat deze. De paslezer die geeft aan door middel van een pijltje wanneer je dus aan de andere kant moet zijn. En hoe lang blijft zoiets open? Of hoe lang? De standaard tijd, de ingestelde waarde is standaard 10 seconden. Maar die is bijgesteld door Twente Milieu, omdat mensen moeite hadden om binnen de gestelde tijd aan de andere kant te komen. Hij is bijgesteld, ik denk, na zo ongeveer 30 seconden. Ik wou zeggen, ik kan me voorstellen dat mensen met een rolstoel of een scootmobiel, dat die een probleem hebben om binnen zoveel seconden aan de andere kant van de bak te staan. Ja, dat is zoals men ook zegt, aldoende leert men. Hij is hier geplaatst. We hebben hier ook een waterput zitten voor de evenementen in Borne. Ja, het bijt elkaar een beetje, want je moet heel veel op een klein punt moet je kwijt. En dat kunnen we door middel van bijstelling van de tijd, kunnen we dat op de meer simpele manier oplossen. Dat is een mooie stap voorwaarts voor Borne. Is Borne netjes met het afval? Borne is super netjes met afval. Meen je dat nou of is dat echt? Nee, dat is echt. Sinds dit systeem in werking gekomen. We hebben in Borne nagenoeg weinig tot geen adressen waar we na moeten rijden met illegale stort in het centrum. Dus Borne wordt er schoner op. Borne wordt er schoner op. Doorgaan. Succes. Ja, dankjewel.